Dennis Telgenkamp fungeert dit seizoen als stand-in voor Remco Pasveer. Door het vertrek van Pasveer lonkt er voor het volgend seizoen een basisplaats voor de 26-jarige doelman uit Wierde. Ben je die bank al zat? Al een tijdje, ja. Een paar weekjes nog, hoop ik. Ja, want dat is het, hè? Een paar weken en dan ben je verlost van de bank. Ja, eindelijk. Daar doe je het allemaal voor, hè. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja, hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest? Bereid je je dan extra voor? Hoe ziet dat eruit? Het begin was wel anders, zeg maar, omdat het een beetje twijfelachtig was of Remco weg zou gaan. Maar uiteindelijk blijft hij en dan weet je eigenlijk wel wat voor een jaar het wordt, zeg maar. Dat het eigenlijk weer zo'nzelfde jaar wordt. Dus dan, ja, je weet dat je wel klaar moet zijn als je erin moet of dat je er moet staan. Alleen, ja, je bereidt je wel voor zoals normaal. Wat heb je verbeterd het afgelopen jaren, waarin? Vooral in persoonlijkheid, zeg maar in de goal. En ik denk dat ik meer voetballend ook gewoon een stuk verder ben weer hier dan toen bij Twente. En het spel van Heracles ligt mij gewoon heel erg goed. Meer voetballen en uit de goalkeeper, zeg maar. En daar ben ik wel gewoon in gegroeid. Dan kom je hier onder de hoede van Eddy Pasveer. Zijn zoon is hier keeper. Wat een goede vriend van je. Hoe was dat? Ja, in het begin vond ik het wel raar. Zoals de meeste mensen eigenlijk die van buitenaf zeggen van dat kan toch niet en hoe gaat dat? Maar voor mij was na een week al duidelijk hoe die band was tussen hun. En dat blijkt nog steeds. Dus gewoon als ze hier zijn, dan is het geen pap of wat dan ook, of zoon. Dan is het gewoon collega's. En dat merk je echt gewoon heel erg. Ze zijn allebei heel professioneel. Dus daar heb je absoluut geen last van. Wat heb je van ze opgepikt? Ja, wat ik net zei al, persoonlijkheid, zeg maar, en hoe je met je sport omgaat, zeg maar. Ook buiten het veld, maar ook in het veld. En altijd als je op de training bent, je best willen doen en beter willen worden. En daar is Remco wel een voorbeeld in voor mij. Ja, zoals net al een paar keer gezegd, volgend jaar sta je hier. Zijn er gelijkenissen tussen Remco en jij? Ja, dan moet je eigenlijk aan andere mensen vragen. Maar ik hoor wel vaak dat we wel heel veel op elkaar lijken, ook in doen en laten. Nou, qua keepen ook sowieso. We willen allebei graag weer voetballen. En ze zeggen dat we allebei een goede trap hebben. Dus wat dat betreft zijn er wel vergelijkenissen. Ja. Holmen en de redding van Telgenkamp. Ik ben hartstikke blij dat ik die wedstrijd heb gekeept en hoe het gegaan is. En daar ben ik ook wel trots op. Maar ik had wel zoiets van, dat is toen. En dat geldt nou niet meer. Volgend jaar moet ik er gewoon elke wedstrijd staan. En dan is die wedstrijd daar niet meer van belang. Snak je daarna? Ja, kijk er naar uit.